gecheckt hier. Een 3-1 nederlaag hier in Maastricht. Maar gezien het spelbeeld, zeker de tweede helft, had er denk ik wel meer in gezeten voor jullie. Ja, zeker de tweede helft inderdaad. Als je begint bij het begin, vind ik wel dat we er veel kansen weggeven in de eerste helft. Slecht doelpunt weggeven, slecht wegkoppen in de voet van de middenvelders van MVV. En dan, ja, goed, als je achteruit loopt, krijg je die 1-0 binnen. Daarna pakten we het wel best aardig op. Hè. In ieder geval hebben we de eerste helft een kansje of 3-4 denk ik gecreëerd. Om in ieder geval ook een doelpunt te scoren. En, ja, tussendoor valt natuurlijk nog, of tussendoor, 5 minuten voor de rust, valt het 2-0. Ja, dat is wel. Dat was wel even een domper, want dan moet je in de rust wel in ieder geval 2 doelpunten goed maken. En, in de rust hebben we de omzettingen gedaan, eigenlijk dezelfde als tegen GVV van de week. En dat bracht ons in ieder geval het overwicht in het eerste gedeelte van de tweede helft. Ja, je zei het zelf al, 2 doelpunten in de eerste helft geïncasseerd. Wat was er zo lastig aan MVV, zeker in die eerste helft? Het leek op een gegeven moment. Wij winnen de duels niet. En bij de eerste goal, kijk, dat is gewoon een bal die naar voren geschoten wordt. Die wordt in de voeten gekopt van de middenvelder van MVV. En daarmee lok je ze uit om direct een aanval op te starten. En als je daar de bal gewoon doorstoot en wegkopt, dan is er niet zoveel aan de hand. Nou, wordt het een 4-4 of 5-4 situatie waarin mensen achteruit gedwongen worden. En dan kom je in de 16 terecht waar je niet meer echt een overtreding kan maken of voorzichtig moet zijn. En dan schiet hij hem er goed in. Dat mag gezegd. Maar dat kan je voorkomen. En ik vind de 2-0. En tussendoor hebben we natuurlijk wel een aantal kansen gehad, hè, maar wij ook. Kijk, en de 2-0 is bij ons voor de dugout aan de zijlijn. Waar een speler van MVV tussen 2 spelers van ons doorgaat. Ja, en dan vervolgens de 2-0 binnenkrijgt. Omdat je weer met z'n allen achteruit. Ja, in de tweede helft kom je vaak dichtbij om het recht te zetten. Ja. Hoe frustrerend is het dan als je om 5 minuten voor tijd toch aan deze kant de genadeklap valt? Ja, dat weet je. Kijk, we hebben natuurlijk in de tweede helft denk ik dat we verdiend op 1-2 komen. En, of 2-1 dan. We hebben 2 hele grote kansen gehad om 2-2 te maken. En ik denk als je dat op dat moment doet, dat wij met de veerkracht die wij hebben, de wedstrijd kan winnen. En nou ja, goed, in ieder geval een punt kunt halen hier of gaat halen. En, ja, dan weet je ook, op het moment dat wij Victor achteruit weghalen, hè, voel me dat Steven toch nog steeds in die laatste linie aan het opbouwen was. En, we dus Victor eruit gehaald hebben en Dino op middenveld erbij gezet hebben. Om eigenlijk nog wat meer stootkracht naar voren te geven, om in de 16 te komen. Ja, dan weet je dat je af en toe een keer tegen een, als je slordig balverlies leidt, ja, dat deden we, tegen een counter aanloopt. Dan moet je overleven. En als de 3-1 dan 5 minuten voor tijd of misschien iets eerder valt, ja, dan weet je wel dat. Is dat wel een mokerslag die nog moeilijk te boven is te komen. Maar volgens mij hebben we daarna ook nog wel een goede kans gehad. Al die voorlangs ging, voorzitter van Vares volgens mij. Dus ja, dat is. Al met al doe je jezelf gewoon tekort in deze wedstrijd. Dat is echt zonde. En ik moet eerlijk zeggen, in de rust hebben we het ook vrij rustig geanalyseerd. En kwam eigenlijk precies het gevoel van de spelers uit ook van, ja, wij kunnen hier gewoon ook 3 punten halen als wij gaan voetballen daar waar de ruimtes liggen. En vooral de kans ook afmaken.